Hey. ja, ik ben nog altijd heel slecht in starten. Hey, merci om te komen, om te beginnen al. Merci om allemaal te komen. Ik ben ook blij dat ik hier ben. Ik had eigenlijk echt gegoesting. Want het is niet... contractueel moest ik komen, want Hulder heb dat betaald. Nu kan ik ook al niet meer terug, maar... Het ding is gewoon... ik ben een moeilijke mens, daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben niet graag ergens anders en hier is anders en niet thuis, dus... Ja, het slaat nergens op, ik weet het. Maar het ding is gewoon... kijk, ik zal het uitleggen. Ik woon hier in Antwerpen. Wat in mijn ogen de hoofdstad van Vlaanderen is. En dat zeg ik zonder... En dat zeg ik niet omdat ik toevallig in Antwerpen sta vandaag. Dus oprecht mijn mening. Ik meen dat dit zou de hoofdstad van Antwerpen moeten zijn. De hoofdstad van Vlaanderen moeten zijn. Het is een provincie. Het klopt nog altijd die zin. Fuck you. Gaan we niet gaan hebben. Huppa, de sfeer zit erin. Dus ik ben blij om hier te zijn. Het is echt, maar ik ben een moeilijke mens en het is... Kijk, het ding is, ik kom origineel uit een dorp, ik kom uit Zelzaten. En het ding is, hier ben ik nu in de grote stad en hier zijn heel veel lelijke mensen. En... Ja, maar ik vind echt een probleem, lelijke mensen. Ik vind als je lelijk bent, dan moet je thuis blijven. En dus... Het is niet alleen mijn mening, ik weet dat sommigen van jullie dat ook nog denken. En het ding is gewoon, vroeger woonde ik in een dorp en in een dorp waren er minder lelijke mensen, want een dorp is kleiner. En nu woon ik in Antwerpen en dat is groter. Dus ze zijn met meer. En ik vind dat echt moeilijk. Ik heb er echt een probleem mee als ik ze buiten kom. En het is eigenlijk, lelijke mensen zorgen ervoor dat hun dag minder productief is. Want iedere keer als je een lelijke mens tegenkomt, stopt hij eigenlijk met alles wat je doet en je staart gewoon naar hem. Dat is wat een mooie mensen, dat ga je voorbij. Of als je een vent zit, dan blijf je gewoon kijken voor altijd. Maar lelijke mensen, dat stopt er gewoon met wandelen. Gezien lelijke mensen, godverdomme, dat is een lelijke mens. Dat is echt een lelijke mens. Waar ga jij naartoe? Ik weet niet waar dat jij naartoe gaat. Ik hoop dat daar donker is. Ik hoop het wel. Ik hoop dat je naar een donkere plek gaat. En dat is gewoon sterker dan jezelf. Het heeft niks te maken met het feit dat je een klootzak zou zijn. Je lacht gewoon graag bij lelijke mensen en je staart gewoon graag. Een beetje like dat je nu aan het doen bent. En dat is sterker dan jezelf. Het grootste voorbeeld is toch dat we na 500 dagen eindelijk een regering hebben en die foto komt uit van onze regering en het enige wat heel Vlaanderen opmerkt is het zit weer een dikke. En de dikke zien, dikke. Dat is al dat we zien. Wat als ze doet, maak je een klop uit. Kijk naar haar kind, ze beweegt. En dat zit allemaal in ons. Een klein smeerlapje dat nog altijd acht is. En gewoon alleen maar grappen kan maken over... lelijk, je stinkt. En dat vind ik leuk. Dat is de meest pure vorm van comedy dat er is. En lelijke mensen zijn grappig en ik lach er graag mee. Gelijk, onlangs liep ik op de Meir op een zaterdag. Dat is echt een cadeau eigenlijk. Waarom doe ik mijn eigen dan nog aan dat ik op een zaterdag op die Meir ga lopen? Lelijke mensen om er buiten komen. Maar echt lelijk. Het wordt tijd om de rioolputten echt beginnen afdekken. Wat er daar allemaal rondloopt, is echt onheilig aan het worden. Precies. Ik heb alles gedaan, hoor, om eraan te ontkomen. Drugs, cocaïne, veel gebruikt, veel, duur, lekker, in de neus. Oeh, is echt, maar veel, jongen. Echt, op een gegeven moment ben ik gestopt, omdat het op was. Ja.